It's all I wanna do. Yo, ik ben Tesso en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Tesso. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn video's edit. En misschien dat jij daar misschien ook wel wat van opsteekt. Dus laten we maar gaan beginnen. Jullie zien hier mijn PC beeldscherm. En we gaan even mijn edit software openen. Oh, de Skype. Nee, die moeten we niet hebben. Deze hebben we nodig. Sony Vegas Pro 13. Dat is mijn software, tenminste die ik gebruik. Ik weet niet, geen idee wat jullie gebruiken. Maar als eerst slepen we mijn intro erin. Dan pakken we de outro. Mijn facecam. De gameplay natuurlijk. Mijn facecam border. En mijn like ding wat in beeld komt te staan. Dus ik kan deze weer dicht en deze op groot scherm. En laten we dus gaan beginnen met de intro in mijn editprogramma te slepen. En dan gaan we gelijk al beginnen met mijn facecam. En die zet ik gelijk op het hardst. Want ik neem mijn audio tegelijk met mijn webcam op. Dat is super chill natuurlijk. Maar als eerst gaan we even de grootte van mijn webcam instellen. Dat is een preset. Want dat is dan altijd dezelfde grootte. Oh, nee, deze heb ik niet nodig. Deze heb ik nodig. Dat is natuurlijk altijd dezelfde grootte. En dat zien jullie nu ook in mijn video. Eerst, altijd als ik mijn video gelijk zet, zeg ik blub. Ik heb ook geen idee waarom ik dat doe. En terwijl ik blub zeg, maak ik in de video een beweging. En dat is dus van hier naar de operator knop, naar de create class knop. Moet ik alleen even vinden waar het ongeveer gebeurde. Kijken of het hier ook al gebeurd is. Nee, oké. Kijk, nu ga ik dus met deze cijfertjes proberen echt precies gelijk te zetten, laten we zeggen. En dat houdt in dan dat die precies, maar dan ook echt precies gelijk loopt. Dus zo je ziet, bij 16 gebeurt er hier wat. Dus dan halen we dat helemaal weg zo. En zoals je ziet hier, blub, zeg ik ook blub. Dan gaat hij ook omhoog. En dan gaan we even inzoomen naar dit stukje. Waar ik echt mijn intro doe. Dus daar moeten we dan even goed dat ding neerzetten. En dan kunnen we het zo slepen. Waardoor jullie natuurlijk dat blub, oh, er zit wat in mijn oogje de tijd. Waardoor jullie dat blub dus niet meer horen. Dat is wel handig. En dan gaan we ook direct even dit doorslepen naar de intro, dat het gelijk staat. En dan gaan we naar het einde van de video. En wat we daar dan doen, is hier zeg ik later. Later! Oké, en dan tegelijkertijd dat doe, moeten we eerst even mijn facecam border erin zetten. Wacht even hoor. Die doe ik zo, kijk. Waarom ik hem zo doe, is dan gebeurt er een soort van glitch. Waar die daarboven komt te staan. Waardoor ik de like dadelijk daaronder weer kan zetten. Dat doe ik dus altijd. Dus die doen we ook weer helemaal daarheen. Naar het einde. Zo. Iets verder nog. Ja. Zo, ja. Wat we dan doen, is de video outfaden. En dat is dus dat het langzamerhand zwart wordt. Dat zet ik altijd op 2 seconden. Omdat ik dat gewoon het mooist vind worden. Even kijken. 2. Dan druk ik gewoon hierop en hoef ik deze gewoon niet zo voorzichtig te doen. Die werp ik gewoon daarheen. En eentje naar beneden. Kut. Zo. Die werp ik ook gewoon daarheen. Dan is dat af en dan gaan we naar het begin van de video. Hier. Daar doe ik altijd 1 seconde. Waarom ik dat doe, vraag niet aan mij. Ik heb dat ooit zo gedaan. Ben ik nu al gewend en dat vind ik mooi ook. Dus don't judge me. Zo. Dan staat dat allemaal gelijk. En dan gaan we weer naar het einde van mijn video. Dan plakken we de outro erin. En die doe ik 1 seconde. Zo. Zodat een mooie effect krijgt dat langzaam in elkaar outfade. Maar nu nog de laatste 2 dingen. Dat zijn de like erin gooien. Die gooi ik altijd 2 keer in. Dan zoom ik hem even daarop in. Want wat ik dan altijd doe, is hem ook mooi in- en outfaden. Maar deze doe ik maar niet eens 1 seconde, maar een 1500ste van een seconde. Ja, zo. Dat doen we hier ook. 1, 2, nee, ja. En hier ook. Dat is ver. Ja. Nu is mijn video eigenlijk klaar. En dan kunnen we hem nu gaan laten renderen eigenlijk. Dus wat we dan doen is deze hele video zo aanvinken. Waardoor je alles weet tot waar je moet renderen. Druk op de knop render. Dan druk ik op YouTube. Dit zijn, dat is mijn standaard render ding. Dit kan je even overnemen. Dit zijn mijn instellingen daarvan.
En dan klikken we even aan. Dit is de video van dinsdag. Of maandag. Sorry, maandag. Maandag denk ik. Ik weet niet even zeker. Wacht, kunnen we even checken. Hier staan mijn video's al. Nee, ja, dit is de video van maandag. Dus dan gaan we weer hierheen. Dan renderen we hem als YouTube. En dan tikken we in maandag. Punt. En dan gaat hij renderen. En dan gaan we wachten tot hij klaar is. En dan is deze video afgelopen. Dus mocht je genoten hebben van deze video, laat alsjeblieft een blauwe duimpje omhoog achter. Dan help je me natuurlijk enorm. Misschien heb je er wat van opgestoken. En ik ga ook een tutorial doen hoe ik mijn Photoshop thumbnails maak. En die komt dan ook over een paar dagen online. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. En ik hoop jullie ook te gaan zien bij de video van morgen. Dus tot de volgende keer. Later.